geen kwaad doen. Kom mee naar mijn huisje, ik zal alles uitleggen. Oké. Hé? Ik kan Christophe nergens niet vinden. Oei oei. Hoe moet je dat dan de hut ervan uitleggen? Oei oei, volgens mij is ze maar al. Hoe kan dat nu? Er is hier niemand. Maar hij niet. Hij is op straat. En wie was er aan de deur? Niemand meer. Hoe niemand? Er werd gebeld? Ik weet het ook niet meer. Dat is grappig. Kurt blijft zo lang weg. Misschien kan ik toch wel eens beter eens even gaan kijken. Hé, hey, wat is dat? Dat is raar. Dat moet ik aan Kurt vertellen. Wat wil je me eigenlijk vertellen? Je vraagt je waarschijnlijk af waarom je hier bent. Ja, vraag me af. Wel, lang, lang geleden, toen ik over het veld was aan het wandelen, toen kwam ik iemand tegen. Wie ben jij? Ik ben Tim, Tim de Tovenaar. Wat wil je van me? De voorspelling, de oorlog. De jongen. Welke oorlog? Hier is helemaal geen oorlog. Nee, er gaat een oorlog komen. Op een dag zal ik... Hier in het gras, een jongen in een gele trui liggen. Hij zal tegen een man in de paarse jas moeten vechten in de oorlog. Wat gebeurde er toen? Toen viel hij gewoon dood neer op de grond en bewoog hij niet meer. Meneer? Tim? Oh nee, wat was dit allemaal, zeg? Dus ik moet vechten tegen een man met een paarse jas. Ja, maar het probleem is dat ik hier nog nooit een man met een paarse jas heb gezien. Oei oei oei. Goh, nu heb je trouw meegemaakt, hè. Ik deed de deur open en er was niemand niet. Zeg Kurt, ik zag daar juist niemand door het bos lopen. Hé, waar? Kom, volg mij, ik zal het aanbrengen. Ik zag iemand die gewoon een boswandeling aan het maken. Ik weet het niet, maar... Kom, jongens, pas op. Allee, vooruit. Hier is het, de put. Die moest ik vinden. We moeten vertrekken, Christophe. Vertrekken naar waar? Naar de zwaardmeester natuurlijk. Je moet leren zwaardvechten. Waarom moet ik zwaardvechten? Omdat je moet leren verdedigen. Die man in het paars, die zal je waarschijnlijk aanvallen. Oh ja, juist. Daar gaan we dan. Ik ben er. Ja, ik ben in een andere wereld. De baas zal tevreden zijn. Nu kan mijn plan beginnen. Je sukt. Oh, sticht! Het schrikt.